De Hakeringbank heeft vandaag in de Royal Ballroom van Turarica haar e-wallet Mopay geïntroduceerd. Mopay is een moderne en innovatieve manier van betalen via mobiele telefoons. Rafik Shivraj Pandey, algemeen directeur Hakeringbank, zegt dat Mopay elektronisch betalen mogelijk maakt in heel Suriname. Betalen via het betalingssysteem kan in de valutasoorten SRD, euro en US dollar. Shivraj Pandey zegt dat Hakeringbank hiermee heel Suriname gaat ontsluiten van financiële diensten. Voor dit betaalsysteem is de Hakeringbank ook een partnerschap aangegaan met het staatsziekenfonds SZF. De memorandum of understanding is vandaag getekend met het SZF. De Hakeringbank geeft hiermee invulling aan haar strategie om middels innovatieve producten en diensten haar businesscliënten te ondersteunen bij het genereren van meer inkomsten en lagere kosten. Dat is iets wat natuurlijk voor elke ondernemer van belang is. Meer inkomsten, lagere kosten om uiteindelijk een betere bottomline, een beter rendement te realiseren. En voor het waarborgen van het succes van Mopay hebben we een waardevolle partner gevonden in het staatsziekenfonds, de SZF. En waarom SZF? Ten eerste is er een alignment met de digitale strategie van de Hakeringbank. Je moet natuurlijk een stukje gelijkgerichtheid hebben. Dat je de toekomst van business, van betalen, van dienstverlening, dat je die toekomst ook gelijkelijk ziet. SZF heeft natuurlijk ook een groot cliëntenbestand die wij gezamenlijk, die dus Mopay ook kunnen gebruiken. En met het partnerschap zal dat dus ook gestimuleerd worden. Maar het zijn vooral de drive en de gelijke visie over de digital future die dit partnerschap stuwen. Robert van Tricht, governor van de Centrale Bank van Suriname, is blij met deze ontwikkeling en de samenwerking tussen de Hakeringbank en het SZF. Met deze innovatie is de druk gezet op de Centrale Bank om ook supervisie te kunnen uitoefenen op big data. Betekent dat onze organisatie zoals wij die kennen in de afgelopen 62 jaar ook moet ombuigen om duidelijk weer die samenleving te doen beschermen van enigerlei misvattingen, malafide transacties. En dat betekent op dat moment dat we iedereen mee hebben. En dat applaudisseer ik alleen maar, want dat brengt ontwikkeling voor iedere organisatie. Ik denk dat dat de bijzondere mijlpaal is wat ik mag feliciteren. De ontwikkeling in recht, wetten, richtlijnen, zoals cybersecurity, privacy, elektronisch betalingsverkeer. Supervision technology betekent op dat moment dat wij niet meer mensen moeten hebben die met de pen of een Excel sheet gaan kijken of alle transacties gewaarborgd zijn. Nee, dat betekent dat wij nu een beetje gaan praten over artificial intelligence. Nou, als ik dat woord gebruik in de huidige tijd in Suriname, denk men op een gegeven moment, oké, die stappen moeten we ook nog ondergaan. En hoe moet dat eruit zien? En we zeggen dat ik ook de plicht heb, niet alleen de samenleving, maar ook het parlement en iedereen die ermee te maken krijgt, waaronder de klanten die daar gebruik van maken, natuurlijk moet beschermen. Want waar ligt die aansprakelijkheid en accountability? Dus er zijn vele aspecten waarbij we rekening moeten houden wat de toekomst van Suriname mag zijn en zal worden. Robert van Tricht, governor van de Centrale Bank van Suriname. Hij sprak vandaag in de Royal Ballroom van Turarica tijdens de launch van de e-wallet Mopay van de Hakeringbank.